Tijd voor een spelletje Verstoppertje met otters in de Nieuwkoopse plassen. In Nederland is in de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in de comeback van de uitgestorven otter. In de Nieuwkoopse plassen ging de vlag ook uit toen er na bijna 40 jaar weer een otter werd gesignaleerd. En meteen werd er een plan gemaakt om de otter en zijn gezin te beschermen. Tonnen van onze belastingcenten werden gestoken in het ontwerpen van hekken en tunnels. Maar goed, hebben die dingen wel allemaal zin? Ik heb ze nog nooit gezien. Ik heb ook meerdere mensen gehoord die denken dat ze er niet zitten, maar... Nee, ik heb nog nooit een otter gezien. De verhalen die ik heb gehoord, dat er nog een stuk of 4, 5 hier ergens rond moeten zwemmen. Ze hebben allemaal hekken en dingen neergezet, dat is dus wel zo, maar nee, ik heb ze nooit gezien. Ja, niet hier. Dierentuin. De otter was in Nederland uitgestorven. De laatste otter van de Nieuwkoopse plassen werd halverwege de jaren 70 doodgereden. Dierenliefhebbers krijgen na tientallen jaren voor elkaar dat de otter weer wordt uitgezet in Overijssel. En jaren later duikt in Nieuwkoop ook de eerste otter weer op, met de natuurcamera als gelukkige getuige. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat er nog steeds otters zijn. Goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Hallo. Aangenaam. Wat woont u prachtig? Ja, ik woon heel mooi. En ik hou toezicht op het plassengebied voor de gemeente Nieuwkoop. Er is hier nogal wat te doen om een bepaalde familie, de otterfamilie. Ja, in 76 heb ik de laatste otter gezien. Daarna heeft hij nooit meer een otter heeft hij gezien. Nee, ook deze otter die er dus nu zou moeten zijn, of otters zoals ze dus al beweren, ik heb ze nog nooit gezien. Eventuele sporen? Heb ik ook niet gezien. Er zijn mensen die dus beweren dat er de sporen zijn. Ik heb daar gewoon mijn twijfels aan. Oké, maar zegt u nu eigenlijk tegen mij dat u überhaupt twijfelt of de otter hier op dit moment momenteel wel is? Ja, daar twijfel ik inderdaad aan. Maar wie heeft er dan baat bij dat hier de otter weer zou zijn? Publiciteit, hè, mee pronken. Dus dat zou de reden zijn, denk ik? Dat denk ik wel, ja. De vreugde bij de natuurliefhebbers is er niet minder om. Zeker als de natuurcamera's met beelden komen van een heuse otterfamilie. En omdat de otter volgens Europese regels een beschermde diersoort is, is de provincie ook meteen verplicht om alles op alles te zetten om het gebied veilig voor otters te maken. Het is een otterhek, zeg ik dat goed? Ja. Ze noemen ze ook wel rasters. En dit is in de ogen van de deskundigen een gevaarlijk punt waar otters mogelijk kunnen oversteken om andere gebieden te kunnen bereiken. Ja. Het hek hebben ze zo bedacht dat... dat is een stukje verder. Dan kunnen de otten op een klein trappetje lopen en dan kunnen ze over het hekje. En dan kunnen ze naar het andere hek en dan nog een keer oversteken. En eigenlijk is het dus wel mogelijk om over te steken. Maar niet, niet blind de weg overrennen van A naar B. Toch heeft dit hek weerstand opgeleverd vanuit de bewoners. Ja. Want het is een prijzig hek. Het hek kost 100.000 euro, waarvan de provincie dik 75 mil betaalt. En de inwoners vinden dat meer dan zonde van hun belastingcenten. Ze mag van mij weggehaald worden. Ik vind er ook weggegooid geld en ik heb de beesten nooit gezien. Dat vind ik eigenlijk wel zonde van het geld. Zoveel geld voor die otters. Ik vind het een beetje te gek eigenlijk. Eigenlijk vind ik het gewoon weggegooid geld. Voor mij hoeft het niet. Achterlijk. Ik vind het achterlijk. Ja, als we allemaal een hek krijgen van een ton, dan een duur gezinnetje. En het project is nog niet klaar, want het hek kan eigenlijk niet zonder ottertunnels. Dus binnenkort worden er ook in deze weg 3 ottertunnels geplaatst. Ja, en die moeten dus zorgen dat die otters langs de rasters, langs de hekken, hun weg vinden naar de tunnels. En die tunnels, dat kost ook weer een heleboel geld. Ja. 3 ton om precies te zijn. Bovenop de 100.000 euro voor het hek en dat voor een geschat aantal van 3 tot 5 otters. Die nog steeds niemand echt in levende lijven gezien lijkt te hebben. Ik heb me laten vertellen dat er binnenkort 3 ottertunnels worden geplaatst. Per tunnel een ton. Ja, Er is een fauna overweg hier in de omgeving, ook voor de otter. En dat dan al deze aanpassingen doorgevoerd worden van onze centen. Dat vind ik eigenlijk belachelijk. Ik vind dus dat er dus grotere noden in het dorp zijn, of in het dorp, in de provincie zijn, want we praten over de provinciaal geld, als dus een otter die er hoogstwaarschijnlijk geen eens is. Ook de buurmannen Erwin en Hugo, die aan de bewuste weg met het otterhek wonen, vinden het een belachelijke oplossing. Hugo woont hier aan een stuk van de uitweg van 700 meter, waar je 80 kilometer mag rijden. Ik woon aan een deel van de uitweg waar je 50 kilometer mag rijden.
Er zitten hier otters, schijnt het, en die moeten beschermd worden. De logische manier is om dat enige korte stukje van 700 meter... daar de snelheid van 80 naar 50 te brengen. Er is een rapport, daar staat in, als je de snelheid op een weg reduceert met 20 kilometer... van 80 naar 60, dan voorkom je al 70% van de ongevallen bij de otters. Waarom dan zoveel geld uitgeven en waarom dan koet vasthouden aan zo'n klein stukje 80 kilometer? Dat gaat er bij mij niet in. We praten over de uitweg. Hier staat het hek dus op. En als ik er ga kijken, dan volg je mijn vinger maar. Dan is dus dit de grens van het gebied. Dan gaan we de Meijer langs. Dus dat is die Kronkelweg. Dan gaan we hier de Hollandse Kade op. En dan zijn we hier weer bij de uitweg. Ik heb dit opgemeten. Dat is 23,5 kilometer. En dan gaan we dus 1 kilometer gaan we beschermen. En hoe gaat men dus die otters nu leiden naar dit stukje dat ze hier in deze polder kunnen komen? Dus ik neem aan dat ze hier overal bordjes neer gaan zetten van otters die kant op. Maar hoe ze dat op willen lossen, ik weet het niet. Er is onderzocht wat het zou kosten om het hele gebied veilig voor otters te maken. Voor de VVD in de Provinciale Staten is dat bedrag echt een brug te ver. Daar komen we voor dit gebied op een investering van 6,4 miljoen. En de totale maatregelen zouden 7,5 miljoen bedragen... om in de wijde omgeving beschermingsmaatregelen voor de otter te nemen. En we moeten heel goed nadenken of wij dat wel gaan doen. Zoals ik in de commissie gekscherend heb gezegd, voor dat bedrag kan je tot aan het eind van de eeuw, als er een ottertje hier wordt doodgereden, nieuwe otters kopen en dan ben je een stuk voordeliger uit. Ik snap het eigenlijk nog steeds niet. De otter komt van die kant, maar dan loopt het tegen een hek. Ik denk dat ik dat niet helemaal weet. Er staan om de zoveel meter staande van die loopplantjes omhoog en omlaag tussen twee stukken gaas. We zijn er een keer bij gestopt en ik weet zelf niet eens hoe ik er gebruik van zou moeten maken. Wat staan die otter? Het is te hopen dat de otter het zou wel weten. Slimmer is dan wij met elkaar. Want hij moet uiteindelijk wel de weg oversteken. En dat is eigenlijk het gevaarlijkste punt, toch? Dat is wel een dingetje, ja. Wat het meest frustrerende is, ik heb hier nog nooit een otter gezien. Ik zoek nog dagelijks, iedere dag naar een otter. Ik denk, wat is een hele dure beest. Ik heb nog nooit een otter van 2 ton gezien. Een meerderheid van de Provinciale Staten blijft achter de huidige plannen staan. Maar weigert dat op camera toe te lichten. En dat vindt het statenlid van de VVD erg jammer. Ik vind dat er ook wel degelijk een net verhaal gehouden zou kunnen worden. Tenminste, zoals ik dat ook doe. Dus zeggen hoe het gelopen is. Ja, grote schande. Het is niet alleen dat je dat geld uitgeeft, maar dat je ook blijft vasthouden en niet leert daarvan. Het is een trein die is ingezet en die trein is niet te stoppen. Dus we hebben hekken. Ja. A een ton, we hebben tunnels, ja. A 2 ton en we hebben faunapassages, A heel veel geld. Ja. Heel sympathiek beestje. Ja, ja. En ik denk dat je ze in Artis meer kans hebt om ze te zien dan hier. Om de otter optimaal te beschermen is dus 7,5 miljoen euro nodig. Maar in Nieuwkoop vindt men de bijna 4 ton die het tot nu toe heeft gekost al meer dan genoeg. En dit was zomaar een greep uit geldverslindende projecten waar onze centen aan worden verspild. Ook zo benieuwd waar uw geld volgende week aan wordt weggesmeten. Tot dan.